Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe filmpje van Beer Brothers. Dit keer heb ik een lokaal bier. Althans, een voor mij lokaal bier. Het is namelijk een bier van Dus. De Stadsbrouwerij van Arnhem. En in mijn geval, ik liep in de Mitra en ik zag hem. Ik had hem wel gehoord van de brouwerij. Ik drink wel eens biertje in Arnhem, maar ik had hem gewoon nog niet gevonden. Dus als je hem nou ziet, wat doe je dan? Dan koop je hem. In dit geval heb ik gekozen voor deze. De Jetser, dat is een triple. Triples, wat mij betreft, een ontzettend mooie bierstijl. Ik hou ervan. Aan de andere kant, ik moet wel zeggen dat ik al heel snel denk, ja, heel lekker. Maar het is geen best malle triple. Want dat is by far, wat mij betreft, echt favoriet. De lekkerste triple die er bestaat. Maar goed, neemt niet weg dat we deze natuurlijk wel eens gaan proberen. De Jetser van Dus. En ze hebben nog redelijk wat andere bieren in assortiment. Echt wel denk ik de moeite waard om gewoon te checken. Maar goed, laten we deze in ieder geval even gaan proberen. Jetser, stevig en veerkrachtig. Dat is hoe de Jetsers willen hebben. En wat ze er zelf van zeggen, het beste van twee werelden. Helemaal zoals een triple hoort te zijn. Zowel de geur als de smaak van geel fruit. De overgang naar een mooie kruidigheid en de warmte van de alcoholpercentage prikkelen precies de juiste zintuigen. Jetser, stevig en veerkrachtig. Nou, een prachtige omschrijving wat mij betreft. En dit belooft natuurlijk wat. Ik ben ook benieuwd en natuurlijk maken ze het dan waar. Want uiteindelijk, ik weet niet of jullie de podcast kennen van Lullen over bier. En dat ging erover wat is goed bier. Check Spotify en al die andere platforms. Er staat hier ongetwijfeld op van Lullen over bier. Over de kwaliteit van bier. In ieder geval, een van de dingen was in ieder geval dat je belooft wat er op je flesje staat. Nou, dus in dit geval is dan de vraag, beloof ze wat er op het flesje staat? Dat gaan we even checken. Om te beginnen natuurlijk altijd eerst even kijken. Wat we meteen zien is wel gewoon een mooie, een beetje geel, iets wat oranjeachtige kleur. Een prima mooie witte schuimkraag die er in ieder geval stabiel uitziet. Dus wat mij betreft op zich een mooi bier. Dan de geur. Ja, die fruitigheid zo echt, wow, die klapt uit je glas. En geel fruit, ja, ik heb wel heel erg banaan, abrikoosjes, dat zit er wel heel erg in. Banaan en abrikoos. Nee, ik vind die zo geur prettig. Ik moet er even aan wennen, maar ja, qua geur is die goed. De kruidigheid ruik ik nog niet. Maar goed, dat kan er nog in de smaak komen. Hè? Gaan we proberen. Proost. Oh, maar dat is wel aangenaam. De enorme fruitigheid die je dan in die neus hebt zitten, die uiteindelijk wel aangenaam was, maar ik dacht wel, wow, het is wel heftig. Die zit er in de smaak ook in. Dat gelige fruit. Duidelijk een beetje dat banaan, ik vind ook echt wel een beetje dat abrikoos, hoor. Dat zit er wel echt in. Maar wat het inderdaad heel fijn maakt, is dat er ook echt wel een kruidige toets in zit. En die kruidigheid, dat maakt hem echt wel lekker. En het is niet alleen hop. Er zit ook wel een hopbittertje in, maar je proeft ook echt een beetje kruidigheid. En kruidigheid, ik zou zeggen een beetje kruidnagelachtig. Ja. Nou ja. En dat zijn natuurlijk ook wel smaken die ook wel bekend zijn voor in een triple. De Westmalle Triple die heeft ook wel een aantal van deze smaakpaletten in zich zitten. Echt wel een beetje een andere verhouding. En deze gaat echt niet over mijn Westmalle Triple heen. Maar er zijn echt een aantal tips op de markt dat ik een beetje denk, ja, op zich best lekker. Leuk om te proeven, maar ik hoef hem niet nog een keer. Maar deze wil ik nog wel een keer. Het is gewoon echt een triple. Fruitigheid, kruidigheid en ook echt een beetje die warme alcohol. Die zit inderdaad wel lekker in de nasmaak. Ze beloven wat er op het flesje staat. Dat kunnen we in ieder geval constateren. Mijn persoonlijke smaak, ik hou hiervan. Ik vind dit een prettige triple. Dus wat mij betreft heeft Brouwerij Dust, de Stadsbrouwerij van Arnhem, in ieder geval hier een heel mooi en lekker bier gemaakt.
Dus wat mij betreft alle reden om in ieder geval hun andere bieren ook te gaan checken. En ik denk zelfs dat ik maar eens een bezoekje ga brengen. Want ik heb gezien dat ik ze een bezoekje kan brengen. En hey, daar hou ik wel van. Vind ik leuk om te doen. Dus deze trippel, daar ga ik echt even rustig van genieten. En ik zou zeggen, gewoon lekker tot de volgende keer. Deze helpt in ieder geval goed voor de dus.